Alright, lieve mensen, hier zijn we dan met episode 54. En ik ben ongelooflijk blij dat Peter Snauwaert er zo goed uitziet vandaag. Ja, kak. Hé, want verleden week over geluk, voor een of andere reden met een camera werkt niet. Ik krijg geen idee hoe dat is. Software, hè? Technologie. Iedereen is de mond vol over ChatGPT en hoe dat de wereld verandert. Hè? En Google is op een keer zo oud geworden en onze marketingplannen en de songs van Ed Sheeran worden automatisch geschreven door ChatGPT. Maar een fucking camera verbinden met Zoom. Ai, 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 ai. Dat doet me heel hard denken zo. Het is o zo cliché in corporate land. Dat je zo, je komt ergens toe met je PC of je MacBook. En dan moet je dat gaan aansluiten zo, op dat scherm zo. Hè? Je moet dat, en iedereen zat dat dan een half uur te klooien. En dat past dan niet met tussenstukjes. Maar we hebben wel AI. Die zo papegaaien toestand zit te creëren voor ons. Pas op, I love that shit. Hè? Daar niet van. Maar ik vind het echt grappig dat je dan zo met de basisding nog altijd aan het sukkelen bent. Maar anyways, we wijken afgereed. Als we allemaal transhuman zijn, gaan we daar allemaal geen problemen mee hebben. Dan moeten we waarschijnlijk maar denken aan verbind mij met, hè? Met mijn scherm en boef, het zal er zijn. En dan nog, eigenlijk zijn we dan volledig obsoleet, want dan met de ChatGPT, zoals jij zegt, hè, dan die komen ze dan zelf wel met een interessante vraag van de dag en een interessante morning call. Hè? Dus, maar kijk, Ja. inderdaad, we wijken af. Waar dat ik het over wilde hebben, ik wilde eerst en vooral ook de mensen die luisteren en kijken bedanken voor hun aanwezigheid en bedanken ook voor het feit dat ze altijd delen en comments geven en liken enzovoort. Dat doet ons altijd heel veel plezier. Dit even terzijde. Ik kreeg op mijn LinkedIn-wall een berichtje te zien van iemand. En die zei, ja, die ochtendroutines, mediteren, vroeg opstaan, sporten enzovoort, heeft weinig zin om succesvol te zijn. Dat is weinig nuttig. Wat dat je nodig hebt, is een plan en discipline. En Ja. back to you, Peter. Ik had daar onmiddellijk. Ik dacht van, oh, daar wil ik wel op reageren. Maar wat zegt het jou? Wat is jouw gevoel bij deze uitspraak? Er komt heel veel binnen, hè. Ik bedoel, 10 jaar geleden ging ik er 100% mee akkoord zijn. 10 jaar later ben ik daar toch wel iets genuanceerder in. En voor mij is ten eerste. Een doel is voor mij een richtingaanwijzer en niet iets dat vaststaat in de toekomst. Ik zie dat eerder als een soort Noordstar, Noordpool, Polestar, iets waar ik naartoe aan het gaan ben. Ten tweede vind ik het heel belangrijk om me af te vragen of dat plan en dat doel me ook gelukkig zal maken, of dat ik niet mijn ladder tegen de verkeerde boom zal zetten. Want in mijn geval is nooit de vraag: zal ik het doel halen, maar eerder de vraag van wat is de prijs dat ik ga betalen om dat doel te gaan halen. Hè? En ten derde is, ja, wat is succes natuurlijk? Hè? En ik heb zelf mijn ochtendroutines, waaronder mediteren en nu sinds een klein maandje een beetje sporten. Maar vanmorgen lag er iets op mijn maag, heb ik het niet gedaan. En met natuurlijk de ochtendshow. En dan al met die toestand ben ik er niet toe gekomen. Maar ik ga dat niet aan zelfafwijzing gaan doen. Dus ik ga dat waarschijnlijk vanavond doen en morgenochtend weer opnieuw. Dus, goh, weet je, bedoel, ik vind dat plan. Weet je, ik heb dat ooit. Wat ik weet, en dat geldt voor veel mensen. Als je een plan hebt, hij probeert dat super Spartaans aan te houden, maar echt Spartaans, bijvoorbeeld om af te vallen of het een of het ander, dan weet ik dat dat op een bepaald moment verkrampt wordt. En ik weet het wel. Ik bedoel, zeker ook als ik aan het sporten ben, er is ook een deel afwijzing, mijn lichaam heeft geen zin en dergelijke. En ik ben toch zo blij dat ik dat wel gedaan heb, dus dat vind ik super tof. Maar ik heb het meer voor die kleine changes dan het multi. Plannen en dergelijke meer. Plus, er zijn in bepaalde situaties ook, en dat is niet om een excuus te doen, bepaalde parameters die, allee, parameters, dat klinkt nu echt heel rationeel, maar bepaalde zaken in je leven waarbij dat niet altijd zo evident is. Als je een jongetje van 5 rondloopt hebt, die roept: ik moet kaka doen, wat ga ik doen? Hey, mijn discipline en mijn plannen zeggen: ja, blijf je dan zitten? En in eerste instantie is die connectie met mijn kind wel belangrijker dan het feit of dat ik nu 20 minuten heb gemediteerd of 18 minuten en hem aandacht heb gegeven. Want dat vind ik wel een heel belangrijk natuurlijk. Wat dat niet wil zeggen dat hij natuurlijk alles moet in de war gaan sturen. Hè.
Ja, dat is het zo. Pas op, kan nog blijven doorgaan. Hè? Wat komt er bij jou binnen? Ja, bij mij was het... Het eerste gevoel was... ik vermoed dat het een en-en-verhaal is. Maar sowieso... Wat is de definitie van succes? En dat heb ik ook geantwoord op die man zijn post. Ik zeg van... Ja, ik denk dat het ook dat we eens mogen kijken naar wat is jouw definitie van succes. En afhankelijk daarvan zal het een of het andere nuttiger of minder nuttig zijn om dan uw definitie van succes te verwezenlijken. Hè? Het is te zeggen te verwezenlijken. Ik denk ook dat het eerder een en-en verhaal is. Dat er en bepaalde ochtendroutines voor bepaalde mensen kunnen werken te zelfder tijd ook met de nodige discipline en planning. Dus ik denk niet dat het echt een of-of verhaal is. Het is niet dat we nu moeten zeggen van dat vroeg opstaan is vette bullshit. Het enige wat je nodig hebt is een doel, een plan en discipline. Ik denk dat het meer is dan dat. Hè. En nogmaals, hè, wat is de definitie van succes? Grijp het over geluk. Hè. Dat is in vele opzichten is dat iets anders. Hè? Succes versus geluk, maakt niet uit. De Tim Tom Boys, die hebben het over succes en geluk. Hmm. Maar goed, ja. En wat ik ook wel vaak denk, is dat... Wat verwacht de maatschappij uiteindelijk? Hè? En ik denk dat heel veel mensen zich laten leiden door wat dat de maatschappij verwacht. Op vlak van succes, op vlak van geluk, op vlak van doelen halen en planningen hebben en vroeg opstaan enzovoort. Terwijl dat er misschien ook wel is, en ik denk dat we het er al eens over gehad hebben in onze podcast, dat het misschien ook wel eens belangrijk is dat je echt gaat stilstaan van ja, wat verwacht ik uiteindelijk hè? Van mezelf en van de maatschappij. In plaats van het altijd omgekeerd te zeggen. Ah ja, de maatschappij verwacht van mij dat ik succesvol ben. De maatschappij verwacht dat ik voldoe aan deze en deze en deze zaken. Hè? De maatschappij verwacht dat al dat ik ga verder studeren, dat ik ga trouwen, een huisje, een boompje, een hondje, een kindje heb. En... Ja, is dat dan zo? Misschien verwacht de maatschappij dat, maar wat wilde jij? En dat vind ik toch ook wel een hele belangrijke. En dat hoeft daarom niet egoïstisch te zijn om stil te staan bij wat dat je zelf wilt. Wilt jij überhaupt verder studeren? Wilt jij überhaupt een boompje, een tuintje, een kindje, een hondje? Hè? Ja, ja. Maar ik ga terugkeren naar die initiële vraag van dat plan en die... In plaats van die morgenhabits, ik geloof heel hard in die 1%. Zo elke dag 1% één klein dingetje doet. En na een verloop van tijd wordt dat exponentieel. Stel je voor, ik wil een gitaar leren spelen. Ja, het is echt veel beter in plaats van een hele dag gitaar zitten te spelen. Elke dag 10 minuten, waarbij dat je zo op een bepaald moment krijg je plateaus waar dat je bij verspringt. En ik zit bijna aan 200 podcastafleveringen. Ik weet nog heel goed de allereerste. En nu gaat dat echt... de snelheid waarbij ik video's kan inspreken en dergelijke meer. Maar dat is dan... Ja, maar je hebt een... Dat is van jou komt er natuurlijk. Nee, dat is niet natuurlijk. Dat is gewoon van dat te doen. En dat quasi elke dag te doen, zeker in het begin. En dat is... En dat hoort daar ook bij mij bij, van spreek dan over morning habits, maar gewoon in habits in het algemeen, voor succesvol te willen zijn, whatever dat dan ook voor jou wil betekenen, natuurlijk. Ja. Ja. Ja, ik heb dat destijds ook gedaan, hè. Dus ik heb zo eens een jaar en een half, hè, dus anderhalf jaar, heb ik dat volgehouden, dus die morning routines, dat was dat boek van... hoe noemt hem weer? Elrod? Dan Elrod? The Morning Routine, denk ik. Hoe noemt dat weer? The Miracle Morning. Ja, dat ik had dat dan gevolgd. En inderdaad, ik had een ganse hoop... En ik stond dan, ik weet niet hoe vroeg op. Ik hou niet van vroeg opstaan. Maar goed, ik heb de anderhalf jaar gedaan. Dat vroeg opstaan en mediteren en schrijven in mijn dagboek. En met de honden gaan wandelen en bla, bla, bla. Maar dat, op den duur werd het zo... Een verplichting ook alweer. Je moet dat doen, en je moet dat doen, en je moet dat doen. En als jij dat allemaal doet, die Miracle Morning, dan zult jij succesvol / gelukkig zijn. Hè? Mm. Whatever de definitie is, ja. En ik denk, ik word daar niet per se gelukkig van. Ik hou niet van vroeg opstaan.
punt aan de lijn, dat is niet mijn ding. Ik heb het anderhalf jaar volgehouden en je mag nu zeggen wat dat je wilt, het is mijn ding niet. Dat vroeg opstaan, wel, ik doe het ook niet meer. Hè? Ik vind dat als ik om 6:30 opsta, dat dat meer dan vroeg genoeg is. Dus, ja, maar wat dat er wel is, Greet, is dat... het hangt allemaal aan elkaar vast natuurlijk. Hè? Maar als je natuurlijk niet blij bent waar je nu bent in je leven, klagen en geen actie ondernemen, dat gaat natuurlijk ook niet. En natuurlijk, als je zo iets van een plan hebt, met een richting aanwijzen, met een aantal acties die er gaan voor zorgen dat je andere dingen gaat doen, met als gevolg dat je een ander resultaat gaat hebben, ja, dan is dat... dan vind ik dat nu net... Dat kunnen als een excuus overkomen ook, van ja, als je natuurlijk zegt van ja, ja, ik wil niet vroeg opstaan en dat past niet voor mij, maar tegelijkertijd, ik ben niet blij wat ik nu momenteel ben, ik voel me niet goed, et cetera, ja, bon. Weet je, als je dan bijvoorbeeld nu de uitspraak doet, ik voel me niet goed, hè, en ik ga ervan uit dat je dan medisch wel oké bent, dan denk ik zoiets van ja, weet je, ik bedoel... drink water, ja, let op je voeding, ja, en sport, en doet dat dan 's ochtends. Hè? Als je dan zegt van ja, maar ik werk hele dagen 40 uur. Ja, oké, okay, goed, ja, maar dat is ook normaal dat je op een bepaald moment ja, uitgeblust was zijn of je niet meer goed gaat voelen. En dat je zeker nog een keer volstopt met allerlei processed food. Ja, weet je, dan vind, en als je dan al komt plaat, ja, ik ben niet succesvol en die Miracle Morning is dan, ja, dan takata, allez. Dat kan een plan met een aantal stappen wel helpen, snap je? Voor die ja, excuses. Absoluut. Ik ben het ervan mee eens. Vandaar dat ik ook in het begin zei van het is een verhaal. Hè. Ja. Maar het is niet omdat je vroeg opstaat dat je je beter gaat voelen. Hè. Sommige mensen kunnen ook beter mediteren 's avonds. Punt. Hè. Ik ga liever met mijn honden 's avonds gaan wandelen. Ik hoef daarvoor niet om 4 of 5 uur op te staan, weet je. En dat zijn keuzes die je maakt, maar het komt altijd terug op dat bewustzijn. Hè. Welke keuzes maak jij bewust? En waarom maak je die dan? Hè? Wat wil je inderdaad in het leven bereiken? En denk daar eens over na. En afhankelijk daarvan is het inderdaad belangrijk dat je dan gaat kijken en hoe wil ik dat bereiken? En heb ik daar dan een plan en discipline voor nodig? Possibly. Hè? Maar te gaan zeggen... Allez, dus ik ga niet zeggen dat het vroeg opstaan bullshit is. Alleen werkt het voor mij niet per se. Ik ga het dan niet... een bepaald aantal acties 's avonds doen. Maar nogmaals, is niet dat, omdat ik zeg van ja, dat die Miracle Morning vroeg opstaan dan meer bepaalt, ligt mij minder dat ik de hele Miracle Morning met het badwater... ja, het is dat. Voor sommige mensen gaat dat wel heel hard helpen en voor anderen niet. En inderdaad, wat dat jij zegt, hè, als jij niet tevreden bent met het leven dat jij vandaag hebt, ga eens kijken wat dat je kunt doen om daar verandering in te brengen. Hè? En waar heb je dan wel controle over? En wat kan je doen door te blijven zagen en klagen en te memmen, om het in schoon Nederlands te zeggen? Ja, gaan we er inderdaad niet geraken. Hè? Dus nee, doe maar, dat je ondernemen. Ja. Maar punt, je spreekt over bewustzijn. Wat ik dat wel vind, een van de onderdelen van Miracle Morning is journaling. Mm-hmm. En ik heb dat ook een tijd gedaan... En ik vind wel, als je natuurlijk in zo'n tussenhaakjes, nu dat je inderdaad die situatie zit, je werkt heel veel en je zit daar niet tevreden mee en je levensstijl is niet zo heel gezond. Als je natuurlijk dan een bepaalde periode vroeg opstaat, wat mediteert om gewoon een keer in de stilte te komen en te vertragen en dat een beetje bewust te zijn wat er allemaal in je systeem omgaat. En dan daarna een beetje te sporten en dan inderdaad te journalen, je zou ervan verschieten wat er allemaal uitkomt. En dan is dat wel heel goed, vind ik, voor die bewustzijn. En kan je inderdaad, ja, hetgeen die eruit komt, het dan heel bewust gaan kiezen voor andere zaken. Zie je? En dat vind ik dan wel weer goed aan dat systeem. Maar om nu te zeggen, we gaan nu elke dag voor de rest van ons leven zo vroeg opstaan. Behast, als dat jouw ding is, of haste, als dat jouw ding is, moet je dat vooral doen. Maar plus sowieso... Ja, ik denk dat het een miracle morning moet zijn. Het moet een miracle noon zijn, of een miracle evening. Ja, het is dat. En ja, weet je wel, bedoel, er zijn ook manieren om een automatische miracle morning te creëren. Hè? Maak je een baby, kan je verzekeren, voor de eerste 3 jaar heb je ook een miracle morning. Hè? Alleen is het niet altijd gepland en getimed wanneer dat je wilt. Dus...
Dus ja, vanmorgen was het ook zo, om 4 uur. Papa. Ja, oké, okay, goed. Dat was ook mijn miracle morning. Tja. Ja, maar als je een pup hebt, is dat ook zo. Want dat was wel mijn redding destijds, met mijn miracle morning ding. We hadden toen onze Bob, onze kleine Malteser, dat die pup was. En als je een pup, dan moet zindelijk worden. En dan moet je daar om de haverklap mee naar buiten gaan. Hè. Dus dat was, hij heeft mij geholpen om dan al 5 uur op te staan. Want hij moest naar buiten en moest zindelijk gemaakt worden. Dus, Maar ja, kijk, dus we zijn, ik denk dat we plusminus op dezelfde golflengte alweer zitten. Yes. Of het nu moet morgens vroeg zijn, of 's middags of 's avonds. Of het nu verplicht is, dat is natuurlijk een andere vraag. Maar ik ben eens benieuwd naar wat de kijkers en luisteraars ervan vinden. Wat vinden jullie? Doen jullie mee aan de Miracle Morning? Of is dat gewoon dikke bullshit? En komt je er ook met een plan en discipline? Of is het een en-en-verhaal, een of-of-verhaal? Vertel, wat is jullie aanvoelen bij deze podcast en bij dit gesprek? Yes, have a nice weekend and subscribe. Yes, tot later. Bye bye. Bye bye.